dan gaan wij onmiddellijk door met iemand die de sporen op het gebied van acteren reeds heeft verdiend. En dat is namelijk Sylvia Christel. Gaat u zitten. Dank u wel. Dank u wel. Kan je niet buiten die tas? Wel, er zitten zakdoekjes in het geval dat je me een moeilijke vraag stelt. Zodanig dat ik eventjes... Oh ja? Dat ik je aan het huilen zal brengen of zoiets? Dat vrees je toch niet? Nee, dat nee, niet. Nee, daarom niet. Dat de make-up uitloopt of zoiets. Zoiets. Ja. Zeg, ja, er zijn natuurlijk allerlei stereotype vragen die je natuurlijk ook al 100 keer hebt gehoord. Van hoe het allemaal gekomen is en weet je wel, en hoe dat nou was daar in L.A. en die dingen en dat het allemaal fout gelopen is of wat dan ook. En, maar dat, daar wil je het niet over hebben? Nee. Nee. Wat ga je, staat er nog wat op stapel in de toekomst, in de onmiddellijke toekomst? Wel, in maar de onmiddellijke toekomst weet ik niet precies. Ik kan alleen vertellen over wat er gebeurd is verleden week. Ja, oké. Het onmiddellijke verleden dus. Het onmiddellijke verleden. Ja. ik heb een aantal schilderijen kunnen verkopen op een tentoonstelling in Brussel. En ik heb ook gesproken in Parijs over een biografie. Ja, ik dacht als Brigitte Bardot voor de dag komt met haar biografie tijd, dan kan ik het ook wel doen. En ik heb een film gemaakt met Robert de Hert. De oorlog van Gaston. Oh ja, een aardige gozer. Die heel aardige gozer. Ja. Alleen is hij niet geen te verstaan. Woord. Nee, dat wou ik net zeggen. Ja. Nee. Dat is een Antwerpenaar. Ja. Die praat echt plat Antwerpen. Absoluut niets van te volgen. Maar het is een aardige gozer. Ja. Ja, ja. Ja, dat ben ik volkomen met je eens. Maar dus ook een film dus. Ja. Dat is film. Ja. Dus ik combineer dat eigenlijk een beetje met mijn schildersactiviteiten. Ja, ja. Dat heb je altijd gedaan, hè, schilderen? Ja. Toch wel? Ja. Is dat ook in moeilijke tijden vaak een toeverlaat geweest, misschien? Want je bent toch een overlever? Ja, liever dan mensen dood te schieten op straat, hanteer ik de kwast of zo, om mijn agressie kwijt te raken. Ja. Of mijn liefdesgevoelens, of ligt eraan wat de... Onlustgevoelens natuurlijk ook. Onrustgevoelens. Hè? En dat gooi je op het doek? Dat gooi ik op het doek. Ja. En, maar ja, de laatste tijd ben ik nogal gelukkig in mijn privéleven, dus... Ja. Dat weet ik. Oh, wat, ja. Ja, nou, kijk, ik ken toevallig Freddy de Vree, ken ik toevallig. Al een tijdje, toch? Dan heb je de hartelijke groeten van. Ja, want dat vind ik een heel aardige man, absoluut. Ja, ja allemaal, ja. Maar het gaat dus goed met je eigenlijk? Het gaat goed met mij, zeer zeker. Vooral ook omdat ik in de trein hier op weg naartoe Schöne Welt heb geluisterd. Want ik dacht van, ja, goh, de heer Deel, daar heb ik wel eens een keer meegemaakt in de Nacht van de Poëzie. Maar ik moet toch weten van wat hij eerder heeft geschreven. En ik moet zeggen, ik ben heel blij hier te zijn. Ik ben zeer goed ontvangen. Ik vind het heel gezellig. Goed publiek. Hey, en, hoor je het ook eens van een ander? Ja, ja, ja. Ja, nou. Nou, zo is het. Maar, en je hebt ook nog gelachen om dat Schöne Welt af en toe? Ja. Oh. Ja. Ja, zeer zeker. Of was dat niet de bedoeling? Ja, tuurlijk. Okay. Ja, toen wordt toch al weinig gelachen, vind ik. Vooral in de literatuur. Ja. Weinig te lachen, hè? Ik bedoel... Nou ja, met de geruchten. Het laatste boek van Hugo was het toch ook nog wel een beetje te lachen. De geruchten, ja, nee. Ik heb het nog niet gelezen, moet ik zeggen. Dat moet ik toegeven. Het leest makkelijk. Het is een goede schrijver, man. Ja. Ja, toch? Is toch zo? En ook de vader van mijn kind. Ja. Ook dat was ik even vergeten, tuurlijk. Ja. Ja, dat is ook nog, ja. Dat is ook, ja, dat is belangrijk, hè, de vader van je kind, ja, tuurlijk. Maar ik las eens in een stukje dat jij zei van, dat vond ik wel mooi. Ja, je hebt moeders die zijn echt moeder, maar je hebt ook moeders die liever kind zouden, die meer kind zijn gebleven. En daar hoor ik bij, zei jij. Of is dat veranderd? Wel, ik denk dat als je een artiest bent, dat je altijd een soort van kinderlijkheid moet bewaren. Ik denk het helemaal mee eens, ja. Dat is zo. Nee, dat is zo, absoluut. Onbevangenheid en ja. Juist. Ja. Jouw vader of... Er was een orkestleider, ja, John Christel. Ja, wel... Is dat familie van jou?
zijn vader, dus mijn opa, John Christel. Ja, daar heb ik het over. Ja. Die, want ik had met Veilovski een gesprek, maar die had een vibrafoon. Ja, vibrafoon, ja. Terwijl mijn opa, die had de eerste xylofoon. Xylofoon, ja, dat is een houten... Ja, en jij vertelde dat die man dus zeer succesvol was. Die is beroemd, daar lullen ze nou nog over in Duitsland. Dat John Christel, dus in de oorlog, was iets van 1941 of zoiets, dus ja. Met zijn orkest naar Duitsland kwam. Wat dus... Die man waarschijnlijk hier na de oorlog is aangerekend of zoiets. Maar die was daar voor die Duitse swingliefhebbers. Hè? Dus de swingboeben heette die. Waarvan er een aantal ook in een concentratiekamp terecht zijn gekomen. Want dat was natuurlijk al een daad van verzet om daar van jazz te houden in die tijd. Dat is waar. Daar hebben ze het nou nog over. Want dat orkest die speelde de echte hot music. Zoals ze dat in Duitsland niet meer hoorden. Weet je wat? Het was het orkest van John Christel. Mm. Ik heb daar op televisie een film over gezien. Nou, er waren nog een aantal van die oude mensen dan. En die waren er nog steeds, en die konden daar niet zonder de tranen in hun ogen over vertellen. Ja. Over dat concert van John Christel in Hamburg. Maar, er is nog een andere John Christel. En dat is dan waarschijnlijk een broer of een zo. Oom van jou. Een oom van mij in ieder geval. Ja. En die was de ontdekker van Corrie Brokke, Connie Vink. Juist, Connie die heb ik nog wel eens een keer in Rutex zien spelen. Ja, en ook in Huis tot Duin in Noord. Die heet ook John, hè? Ja. Ja. Dat was dus een broer van je vader. Als het jouw oom is, is het een broer van je vader, neem ik aan. Of een neef van mijn oma, kan het ook? Een neef van je oma. Nou, dat kan wel, maar dan moeten we een hele ingewikkelde constructie gaan verzinnen. Het lijkt mij dat je opa heette John Christel. Ja. Dus, en jouw vader is een zoon van je opa. Vader? Van opa, ja. Of van jouw opa, niet van zijn opa, maar van jouw opa. Ja, ja, ja. En dus een broer van jouw... vader zou een oom van jou zijn. Juist. Maar hoe heette jouw vader? Heette geen John? Maar... Jawel, ook. Ook John? Ja. Hey. Nou, dat wordt eigenaardig, want je gaat natuurlijk niet twee kinderen die je krijgt, alle twee John noemen. Of het moet wel een bijzondere ego-tripper zijn geweest, die opa van jou. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar wat denk je zelf? Ik vrees het ergste. Je vreest het ergste, ja? Ja, ja, want ook in mijn moeders familie kwam dat soort egotripperij voort. Want haar oudste broer heette Piet en zijzelf heet Pietje. Ja, oké, dat kan ik me nog voor. Maar twee broers, alle twee John noemen, dat gaat erg ver. Nou ja, oké, dan waren het neven. Neven, oké, laten we het daar maar op houden, neven, ja. Maar die heb ik nog wel zien spelen in de Rutex. Ja. Het ontdekken van Corrie Brokke, ja. Ja. Er is die ook nooit meer overheen gekomen, die man, volgens mij. En zij ook niet. Hoewel, ze zingt weer, hè? Ze zingt weer. Dus ja, en daarbij is een rechter, advocaat. Ze is rechter, ja. Nou, heb je daar zo'n hoge hoed van op, van rechters, advocaat? Het schijnt de meest saaie studie te zijn. En je Kijk, staat de gozer daar met een bordje reclame, zie je dat? Hey. Wat zou dat betekenen? Volgens mij betekent dat... Dat we op kunnen houden! Ja. Volgens mij betekent dat de reclame staat te dringen en je weet... Blijft u vooral zitten? Ja. We'll be back! Ja, zo is dat. Zoiets. Ja. Kan ik nou gaan? Ja, je mag gaan, ja. Dank je ja? wel. Oké. Okay. Sylvia Christel, ja. We gaan nu over tot het onderwerp.